Welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van maandag 27 mei. Met daarin onder andere Arnhem op de zesde plaats van onveilige steden. Het jaarconcert accordeon en vier vrienden op avontuur voor het goede doel. Uit misdaadcijfers van 2012 is gebleken dat Arnhem hoog scoort als het gaat om onveiligheid. Er zijn vooral veel zakkenrollers actief. Ook wat betreft mishandeling en overvallen scoort Arnhem hoog. Wij gingen de straat op en vroegen Arnhemmers hoe veilig ze zich voelen in hun eigen stad. Voelt u zich wel zo onveilig hier in Arnhem? Nee, absoluut niet. Nee, ja, er wordt natuurlijk wel gestolen en zo, dat wel in zaken, maar nee, echt onveilig voel ik me echt niet. Ik ben vaak degene die tijdens uitgaan onveilig maakt, nee, grapje. Nee, ik voel me niet onveilig hier in Arnhem, lange na niet. Ik woon hier ook in de binnenstad en het is rustiger dan, 's nachts in ieder geval is het rustiger dan ooit tevoren dat ik in elke andere stad heb meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Hier in Arnhem nooit. Ja, ik sowieso niet echt snel onveilig voel, maar... In Arnhem heb ik nooit het gevoel dat het onveilig is. Ook niet tijdens het uitgaan? Nee, tijdens het uitgaan is... Ja, ik ga heel vaak stappen hier, want ik woon hier eigenlijk om de hoek. En nou, het is twee keer in het jaar of zo dat een beetje iets ruzies zijn of zo. Maar ik heb er niet echt onveilig gevoel bij. Op zich, ja, dat ligt eraan aan de situatie natuurlijk. Hè. Maar op zich, over het algemeen, voel ik me wel veilig. Nee, ik heb er helemaal geen last van. En ik wist ook eigenlijk niet dat het op zo'n hoge plek stond. Dus wel, daar sta ik van te kijken. Daar ben ik verbaasd over. Nou, ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit echt... Ik heb me nog nooit heel erg onveilig gevoeld. Ja, wel is dat ik avonden op straat liep door de stad. Dat ik wel een beetje een grimmige sfeer voelde of zo. Maar dat kan ook gewoon... Ja, ik weet niet of dat echt met Arnhem te maken heeft. Dat in de avonden zo is. Maar verder overdag sowieso niet. Maar begrijp je het wel dat Arnhem op de zesde plek staat? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik heb... Ja, ik zie altijd genoeg blauw op straat. Maar ja, ik voel me altijd veilig, altijd een relaxe sfeer hier. En vooral nu de zomer eraan komt. Nee, het verbaast me niet. Ik heb zelf nog nooit iets meegemaakt in die hoek. Dus dat durf ik niet te zeggen, maar het verbaast me niet dat veel zal gebeuren. Nee. Maar snapt u het wel dat mensen zich onveilig zouden voelen hier in Arnhem? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik snap het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het de zesde plek is. Als je kijkt naar het uitgaan hier, veel drank, veel drugs, coffeeshops en zo. Zou je er eens niet wat aan doen, met z'n allen? Burgemeester, krikken, doe er eens wat aan. Aan de drank en de drugsproblematiek in uw stad. Want dat is denk ik de hoofdoorzaak, of niet? Ik weet niet, maar wat zouden ze eraan kunnen doen? Beter reguleren, beter in de gaten houden waar de probleemgevallen zitten met drank- en drugsgebruik. En daar iets mee doen, denk ik. Want ik denk dat dat soort mensen toch wel voor de onveiligheid, de overlast zorgen in de stad. En daar zou je toch iets mee moeten doen. Je kan het niet aan zijn lot overladen. Je kan niet doen de oogkleppen voor. Kijk even de andere kant op. Dat werkt niet. Arnhem die scoort vooral hoog op het gebied van zakkenrollers en mishandelingen. Wat denk je daarvan? Verrast je dat? Ja, verrast me wel. Ik ben zelf dus nooit zakkengrotte, helemaal niet. Ja, ik heb wel een keer ruzie hier gehad, helaas. Wel een week klap gevangen, ja. Maar ik zie het ook bijna nooit ruzies of zo, dus. Nou ja, ik misschien op de Korenmarkt dat daar dat soort dingen gebeuren. Of in bepaalde wijken. Ik zelf heb er helemaal geen last van. Ik merk er helemaal niks van. Nee, tenminste... Ja, de mishandelingen wel, zakkenrollers, die heb je in elke stad. Dus dat verrast me niks. En tijdens het uitgaan is er nooit een gespannen sfeer of zo? Jawel, maar goed, de halve politiekorps loopt hier ook vaak rond. Dus in dat opzicht maak ik mij eigenlijk nergens druk over. En natuurlijk zie je af en toe ergens een akkefietje. Maar goed, we zijn toch een paar mensen die met z'n allen op elkaar leven, toch? Maar drank- en drugsgebruik is in principe in iedere grote stad. Heeft u het idee dat het in Arnhem erger is? Ik denk dat het in het hele land eigenlijk erg is. En met dat soort problemen zou je iets mee moeten doen. Ook bijvoorbeeld de werkloosheid. Wat brengt dat voor mensen teweeg? Raken ze daardoor sneller crimineel bijvoorbeeld? Inbraken plegen en zo. Doe iets aan dit soort zaken. Zorg dat je weer werk krijgt in je stad, in je dorp en in je land. En als je dat niet doet, ja, stap dan op alsjeblieft. Je hoort zelden een politieauto of sowieso zelfs. Nee hoor, echt niet. Ik ben er helemaal voor Arnhem. Okay. Ja.
De accordeon. Vele mensen zullen denken dat het instrument uitgestorven is. Het tegendeel werd afgelopen zaterdag bewezen tijdens het jaarconcert van accordeonvereniging Arnhem-Zuid in de Salvatorkerk in de Arnhemse wijk Malburgen. Wat vond u ervan? Nou, heel mooi. Ik ben vorig jaar ook geweest. En het is iedere keer weer anders. Qua muziekkeuze. Er zaten nou wat moderne stukken bij. Maar ik vind het heel mooi. Ik heb genoten. Ja, de muziek was heerlijk. Het waren verrassende stukken die erbij zaten. Maar dat vind ik juist leuk. En ja, alles was eigenlijk goed. Er werd gewoon heel fijn mee gespeeld. Ja. Geweldig. Zeer gevarieerd. Van alles wat. En fantastisch in elkaar gezet. Je ziet daar allerlei dingen in elkaar glijden die je denkt dat kan niet. Maar het gebeurt en het is prachtig. Echt heel verrassend. Vindt u dat er meer aandacht zou moeten komen voor accordeonmuziek? Ja, ja, zonder meer. Ja, er is uiteindelijk veel te weinig aandacht voor de accordeon. En het is toch een instrument wat al her en der bestaat, heel erg lang. En dit is gewoon ontzettend mooi om te horen. Dus ja. Dus de accordeon is niet ten dode opgeschreven? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe ging het vanavond? Ik was bepaald niet ontevreden. We moeten natuurlijk altijd rekening houden met het feit, dit zijn allemaal pure amateurs. Die in hun vrije tijd gewoon op een fantastische manier fijn met elkaar muziek aan het maken zijn. En we proberen gewoon gezamenlijk dat niveau langzamerhand zo hoog mogelijk op te schroeven. Hoe ging het? Ja, eigenlijk heel lekker. We hebben lekker gespeeld. Er is mooie akoestiek hier in de kerk. Dus ja, ik kijk of we vrede terug op een mooi concert. Hoe lang doet u dit al? Als je bedoelt het werken met accordeonorkesten, dan mag je wel zeggen zo tussen de 55 jaar, zo'n beetje in die buurt. We hebben gewoon allemaal de ambitie om die soms wat kwalijke naam van de accordeon. Hè? Want het is vaak nog steeds zo, als je het woord uitspreekt, dan ruik je de kroeg al. Maar dat is natuurlijk maar een facet. Hè? Dus is het niet terecht om dat te generaliseren. Wij proberen het publiek te laten horen dat je met het accordeon ook op een heel andere manier en andere genres van muziek op een uitstekende manier kunt beoefenen. Is de accordeon nog niet uitgestorven? Nee, nog lang niet. Het gaat ook nooit gebeuren. Hoe lang gaat u zelf nog door? Ach, in dit vak heb je gewoon levenslang. En dat is maar goed ook. Het literaire festival De Geest Moet Waaien vond dit weekend plaats. Grote namen als Gerbrand Bakker, Peter Verhelst en Taarten van Abel brachten ook een bezoek aan het festival voor het gesproken woord. Tijdens de dichtwedstrijd hebben Arnhemse dichters Nijmegen verslagen. En hiermee staat de stand op 1-1, want vorig jaar wonnen de Nijmegenaren de literaire battle nog. Vanaf vanavond beginnen de hulpdiensten van de ambulance, politie en brandweer tussen 7 en 10 uur met een grote oefening rond de parkeergarage van het Centraal Station. En dit wordt gedaan om de vaardigheden te verbeteren. Ook is er aandacht voor de onderlinge samenwerking. Een deel van de parkeergarage zal tot donderdagavond worden afgesloten.
Er doen zo'n 700 hulpverleners mee aan deze oefening. En dan nu het weer. Vandaag begon de dag in het hele land zonnig met 19 tot 20 graden en een zwakke wind. Vanavond dan koelt het af naar 7 graden en is er tot 8 uur kans op een regenbui. Morgen dan begint de dag met flink wat zon en weinig bewolking. De temperatuur stijgt tot maximaal 23 graden. In de loop van de middag is er wat meer kans op bewolking en af en toe een regenbui. Woensdag dan wordt het weer een regenachtige dag. De hele dag is er 85% kans op regenbuien en wordt het geheel bewolkt. Het kwik daalt naar ongeveer 14 graden. We wensen u nog een heel fijne avond en graag tot morgen.